Nou, en hier ga ik dan een beetje bij die oevers, die vegetatierijke stukjes, daar zitten die waterkevers graag in. En ook die andere beesten. Schep ik met een schepnet een beetje en dan kijk ik wat erin zit. En dan hebben we verschillende beestjes erin zitten, zoals hier deze wans, platte waterwans. En we hebben, sowieso zag ik net nog een aantal wansen rondspringen, dat zijn de boosmannetjes. Maar we hebben ook, hé, dit is grappig. Nee joh! Ja! Echt? Doen we het gewoon nog een keertje. Nee joh! Het is ook nog eens een vrouwtje. Dat betekent dat, dit is heel gaaf. Oh nee joh! Waarom dit enthousiasme? Nou, de vorige keer dat ik hem ving, was het de eerste voor Drenthe. En ja, dit is een hele leuke waterroofkever waar ik in de najaren een verspreidingsonderzoek naar doe. Met Bram Koesen en Jelle Stienstra van IJs. En we zoeken dan deze kever. En deze kever is in de afgelopen jaren, nou ja, sinds de jaren 50 van de vorige eeuw heel erg achteruit gegaan. En nu is het een belangrijke indicatiesoort voor gezonde watersystemen in Europa. Die nemen af. En op dit moment zijn er een aantal plekken in Nederland, waaronder hier in de Onlanden, waar ze heel erg hun best doen om met beheer de waterkwaliteit weer omhoog te brengen. En dus het vinden van zo'n soort is een goede indicatie dat dat soort beheer, dat werkt waarschijnlijk. Dat de waterkwaliteit erg omhoog is gegaan. En dat ze ofwel hier weer terug zijn gekomen, of ze waren er nog in hele kleine aantallen en het zou nu eventueel weer beter gaan. Nou, dat we nu direct weer in de eerste schep nog een vrouwtje vangen, is een heel goed teken. Dus dat is heel erg leuk. En ja, daar word ik gewoon heel blij van. Het is sowieso een hele mooie soort.